Een luid protest weerklonk vanmiddag klokslag 12 uur op de wekelijkse markt in Zelzaten. De opbouwwerkers van SAMO en de leden van VZW Lichtpunt, de voedselbank in Zelzaten, maakten er lawaai als verzet tegen armoede. Op 17 oktober is de jaarlijkse Werelddag van Verzet tegen Armoede. En die staat dit jaar in het teken van het recht op wonen. In Vlaanderen alleen al wachten er 180.000 gezinnen op een sociale woning. En dat moet dringend aangepakt worden, vinden ze hier. Eigenlijk zijn we hier om een oproep te doen om een sociaal bloedbad te voorkomen en aan de alarmbel te trekken. We eisen eigenlijk van het Vlaams woonbeleid een structureel woonbeleid dat sterker inzet op sociale woning, dat oplossingen zoekt naar de private huurmarkt toe en naar de financiering van het binnen sociaal objectief. Eigenlijk doen we dat door soep aan te bieden aan de mensen, om koffie aan te bieden. En aan de hand van de drie eisen van het netwerk van tegen armoede gaan we in gesprek met de mensen. Wat zijn de eisen die jullie het meeste willen? En we merken door in gesprek te gaan met de mensen dat ze gewoon grofweg willen dat er meer ingezet wordt op sociale woningen bouwen. We blijven ons inzetten op armoede, want armoede is een onrecht en daar blijven we voor vechten. De actie werd niet toevallig in Zelzaten gehouden, want ook hier staan er meer dan 500 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Sommigen onder hen staan er zelfs al jaren op. Als alternatief moeten ze met een klein budget op zoek naar een woning op de private huurmarkt. Maar het gevolg is dat ze vaak terechtkomen in een veel te dure of een te kleine en ongezonde huurwoning. Maar naast de wooncrisis maakt nu ook de energiecrisis slachtoffers. Wij voelen dat dus eigenlijk nu al aan, dat er veel mensen naar ons toekomen of ons toch zeker contacteren om te kijken hoe dat zij hulp kunnen krijgen. Dat gebeurt niet enkel en alleen via het OCMW. Dat is nog een drempel die te hoog is. Maar we zijn eigenlijk zulke laagdrempelige organisatie waarbij dat wij eigenlijk heel gemakkelijk kunnen aangesproken worden. Het is onze bedoeling om hier vandaag soep te bedelen en om de mensen aan te spreken en een babbelje te doen over de noden rond armoede. Langs de andere kant geven wij ook symbolisch een appel mee, voor het appeltje voor de dorst. Want ik denk dat in de toekomst veel mensen dat appeltje voor de dorst zullen mankeren.